In de opleiding heeft mij wel over na laten denken, oké, maar wat doe ik nou uiteindelijk ook echt? En hoe kan ik mezelf verbeteren en hoe kan ik jullie jongens verbeteren? Dus dat vind ik wel mooi. Hi, ik ben Marita, de man of the match van Adecco. Bij Adecco vinden we het belangrijk dat de toekomst werkt voor iedereen. Dus ook voor onze flexmedewerkers en collega's. Daarom bieden wij trainingen en opleidingen aan waarmee je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat bij de KNVB doen. We staan hier in het regiokantoor in Zwolle van de KNVB. Kan je kort vertellen wat je functie hier is? Ja, mijn naam is Thomas van der Staak en ik ben de manager van de KNVB Academie Voetbal. Als KNVB Academie Voetbal leiden we eigenlijk mensen op om op technisch vlak met voetbal aan de slag te gaan. Dus bijvoorbeeld vaders en moeders die voor het eerst hun zoon of dochter training willen geven. Tot en met mannen en vrouwen die in het betaald voetbal aan de slag willen gaan. Nou ja, een profvoetbal heeft een lange weg te gaan. Als je speler bent geweest, dan werd alles voor je gedaan, om maar zo te zeggen. Ze moeten natuurlijk keihard trainen, maar de training bedenken, gesprekken voeren, hè, strategie bedenken. Ja, daar mochten ze wel eens over meepraten, maar de trainer is toch de eindverantwoordelijke. En je hoort ook heel vaak van ex-profs, zo noem ik maar even, van jezus, ik wist niet dat dit allemaal bij het trainingsvak kwam kijken. Maar vind het vaak wel heel leuk. We hebben natuurlijk het zwarte gat dat profvoetballers niet zo goed weten wat ze daarnaar moeten gaan doen. Hoe fijn is het voor jou dat je deze opleiding kon doen? Ja, dat is heel prettig, omdat je als voetballer ben je eigenlijk altijd gewend om in een bepaalde structuur te leven. Dus je krijgt je weekschema of je maandschema, ja, dat is zeg maar jouw leidraad. Nou, ik kan me voorstellen op het moment dat dat wegvalt, ja, dat is echt heel lastig. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt toen ik nog speelde, toen werd ik trainen. Ja, toen moest ik dat zelf gaan bedenken, dus dat is moeilijk. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat het heel prettig is voor mensen dat ze weten wat ze na hun carrière willen doen. Alexander, kan je wat meer vertellen over wat jij doet op dit moment? Ja, op dit moment ben ik eigenlijk de golftrainer van ADO Den Haag geworden. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Ja. Officieel vanaf 1 juni. Je bent nu hoofdtrainer van ADO, maar wat heeft die opleiding jou nou gebracht? Voor mij is de meest belangrijke was die begeleiding van de staf. Ik denk dat is de meeste wat bij mij gebleven is. En ik denk ook de punt waar moet ik mij wel ontwikkelen. Ja. Ik heb daar heel veel hulp gehad van mijn docenten. Met name mijn docent Gert Aandeville. En ik had met hem dagelijks contact over. En dat was voor mij die eye-opener. Makkelijk is denk ik voor niemand. Want uiteindelijk, en ook voor voetballers, die hebben natuurlijk wel een schat aan ervaring vanuit het voetbal. Maar het training geven, het coachen van wedstrijden en begeleiden van spelers, dat is eigenlijk voor hen totaal nieuw. En daarin proberen we ze in verschillende opleidingen eigenlijk te vormen tot waar ze nu komen. Uiteindelijk het hoogste niveau, dat is de UEFA Pro. Als je in je voetballercarrière zet, zeker in het begin, ben je niet echt bezig met wat je na de tijd gaat doen. En dan ben je meer bezig met elke wedstrijd en voetballen en basisspeler worden. De laatste jaren had ik dat wel en toen ben ik ook gaan combineren met een opleiding bij de KNVB, trainingsopleiding. Toen had ik wel zoiets van daar wil ik in verder. Eigenlijk zijn er drie grote thema's waar we mee aan de slag gaan. Dat is het geven van trainingen. Dus hoe bereik je een training voor? Niet alleen de training die dag, maar in de week, maar over het hele jaar. Dus hoe ga je in zo'n jaarplanning op? Het coachen van wedstrijd, dus hoe lees je een wedstrijd, hoe analyseer je een wedstrijd, hoe bereik je team voor op de wedstrijd en het begeleiden van spelers. Het land waar ik kom vandaan, de golftrainer is zogenoemde baas. En hier moet je heel veel doen met je staf. En daar heb ik heel veel dingen geleerd. Hoe moet je met de staf omgaan en hoe kan je eigenlijk iedereen in zijn eigen kracht brengen. Ja, en wat is jouw kracht? Duidelijkheid. Je moet aan een aantal eisen voldoen. En het is niet zomaar dat je kan zeggen, hey, ik vind een opleiding leuk. En dan praat ik even over de topopleidingen UEFA, A, UEFA en Pro. Maar er komt ook een hele procedure aan vooraf. Een soort van sollicitatieprocedure kun je het wel noemen. Toelatingsgesprekken. Waarin die beheerscriteria langskomen en gekeken wordt van, hey, voldoe jij nou aan wat de stadeisen zijn om die opleiding te beginnen? Ik wil wel aangeven dat die opleiding mij wel over een hele hoop dingen aan het denken heeft gezet. En normaal zit je altijd in een bepaalde structuur in je eigen club. Hè, en dan ben je op een bepaald manier aan het werk. En de opleiding heeft mij wel over na laten denken, oké, maar wat doe ik nou uiteindelijk ook echt? En hoe kan ik mezelf verbeteren en hoe kan ik jullie jongens verbeteren? Dus dat vind ik wel mooi. Ja, hoe meer trainers de kans krijgen in betaalde voetbal, hoe leuker natuurlijk. Dus dit is denk ik gelijk heel mooi dat deze twee al de kans krijgen. En Kevin Hofland natuurlijk ook bij Fortuna. Om daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Maar ja, dan begint het eigenlijk pas. Het seizoen is voorbij. Dit was de laatste aflevering van de serie Top Jobs. Het was ontzettend leuk en leerzaam om mee te kijken bij bijzondere functies achter de schermen van de KNVB. Heel erg bedankt voor het kijken.
Doeg!